Het bevalt uitstekend. Ja? Het is een goede uitvinding of een beslissing geweest van de gemeente om eindelijk voor ons die dingen te maken. Half november kregen 5 daklozen een huis op de Kerkerplaat. Een merwedehuisje. De huisjes zijn bedoeld voor mensen die langdurig zwerven en die niet passen in de voorzieningen die er al zijn. Bij het leger op straat. Jaren. Ja. En nu heb ik mijn eigen plekje. Ik kan mijn geluidsinstallatie aanzetten wanneer ik wil. Ik kan gewoon slapen. En hier is heel rustig slapen. Je hoort niks. Maar je bent gewoon jezelf. De merwedehuisjes zijn gebouwd omdat daklozen in de stad tussen wal en schip dreigden te raken. Zo werd in het najaar van 2016 een slaapplaats van zo'n 10 daklozen onder de Zwijndrechtse brug geruimd, omdat de gemeente dat niet humaan vond. Heb zoiets, dit is mijn eindpunt. Dit is mijn stadium. Dit wilde ik. Voor mij is het goed zo. Een hele goede beslissing. En mijn doel is, voor het eind van mijn leven, dat er nog 25 gebouwd worden voor andere mensen. Die echt moeilijk hebben om... Maar dit is gewoon wat wij nodig hadden. Wonen in de kleine huisjes is niet gratis. Er moet gewoon huur betaald worden. Alles wat valt onder de basisbehoeften staat in het huisje. En daar betalen de bewoners ongeveer €500 voor. We moeten gewoon betalen. Ja. Maar kijk, wij staan ook onder het bewind, hè? Ja. Dus met het €50 die we hebben in de week. Ja. Dan kunnen we niet elke dag McDonald's gaan eten. Nee, ook. Nee, nee, nee. Ik werkte vroeger in de zorg. Ja. Maar op een gegeven moment had ik een huis. Hier is een eengezinswoning. Maar die was €500. En was veel te duur. Ja. En toen ging alles mis. Mis. Toen is het misgegaan. Ja. De bewoners zijn op de Kerkerplaat op hun plek, omdat ze hier alleen wonen. In de al bekende voorzieningen liepen ze vast, omdat die gezamenlijk zijn. Maar ook op de Kerkerplaat geldt, beter een goede buur dan een verre vriend. Ik kreeg elke keer bezoek van die jongens. Ze komen bij me op bezoek. Hey, slaap ze wel goed? Slaap ze wel dit? Snap je? En dat is wel leuk. Je moet een goede ploeg bij elkaar zetten.